Hallo Vlaanderen, hello everybody. Vandaag zit er een ongelooflijke populaire artiest, even maar, die met zijn vingers en zijn neuzen 3 keer het Sportpaleis kan doen vollopen. Stan van Saman. Stan. Effe, dit is zo raar, man. Wat is er dat ik hier naast u zit. Is het echt? Maar ja, ik heb u nagedaan als ik jonger was. Ik probeer u nu ook na te doen, maar bij mij lukt dat zo niet. Mijn stem is niet hoog genoeg. Zing dood, hè. Stan! Ja, nooit meer! Altijd voor je straalt, die geef ik dan jouw naam. Jimmy! Jimmy! Alsjeblieft, ja. Ja, en dan verschieten de mensen dat ik na zo'n optreden kapot ben. Ja, maar dat kan ik mij voorstellen. Hoe lang duurt zo'n optreden van u? Wat dat je wilt. Tot als je goesting over is. Zeg, wat doet er het liefst? Zingen of acteren? Oh, dat is een rotvraag, Jimmy. Hey, maar ja, met een rotzak ook, hè. Nee, wat doet het liefst? Zingen of acteren? Jij kunt nog altijd niet geloven dat het heeft gemaakt, hè. Nee. Op uw nieuwe album staat er een fantastisch duet. Oh. Het is niet met mij, spijtig genoeg. Spijtig. Maar het is met? Met Sarah Bettens. Ja, zo samen met haar zingen, dat is toch fantastisch. Een fantastisch artiest. Een klein deuntje. Ja, het is heel... Maar ik hou daar ook wel van, zo de kleine deuntjes. Ja, het is zo voor achteruit te zitten, je ogen toe te doen. Nee, nee, en ik ga er nu niet toe, ik ga kijken. Don't know where you've gone. Still moving on, I've never searched hard enough. Zo is er maar één, yeah. Sarah Bettens, dat is echt. Zoals u is er ook, gelukkig maar. Maar één is, maar hè? Één, hè? Ja. Ik heb al verminderd gevoogd, hè? Zeg, ga je er iets op tegen als we samen nog een keer een selfie maken? Ja. Gaat jij maken? Of? Ja, let jij op de baan, jong. Ga ik op de baan letten, ja. En hier duwen, hè? Ja, op dat knopje, hè. Ja. Ja.